En dit is weer een nieuwe aflevering van Til aan tafel. Met straks natuurlijk onze kritische vrienden, de Vogelvereniging. En nu voor mij twee heren met een prachtig initiatief. Voor mij zit Fons-Jan Vermeer. Pons-Jan Vermeer. Pons-Jan Vermeer, ja. Excuus. Ja. En Gillian Franje. Ja, helemaal goed. En jullie zijn initiatiefnemers van de Betuwse Pikkels. Ja. Vertel daar eens over. Nou, vertel jij maar, Gillian. Ja, ja. Samen met Servicepunt Thuiswonen en samen met Theole en ROC Rivor het initiatief genomen om in dit geval senioren, 50-plussers, of hoe je het ook wil zeggen, om die te helpen hun gezondheid in stand te houden en te verbeteren. Wat een mooi initiatief. Ja, we mogen met z'n allen langer zelfstandig thuis wonen. En daar hopen we met dit project aan bij te dragen, via het project Betuwse Pikkels. Mm-hmm. Maar ik vraag me dan af, jullie zaten samen aan tafel en jullie dachten, met een wijntje of zo, en jullie dachten, wat gaan we er verzinnen? Of hoe is dat gegaan? Nou nee, wij doen wel meer projecten op het gebied van gezondheid en vitaliteit. En we dachten juist door de vergrijzing, denk van oké, die groep heeft dat juist toch wel een beetje nodig. Zeker in deze regio, waar het op het gebied van gezondheid toch wat minder gesteld is ten opzichte van de rest van Nederland. Mm-hmm. Dus vandaar dat wij daaraan dachten, om daar iets mee te gaan doen. Heel goed, want jullie komen ook uit Tiel zelf? Ik ben geboren Maurikenaar. En ik ben geboren in Geldermalsen, dus niet zo ver hier vandaan. Maar we voelen ons echt Betuwenaren, rivierenlanders. En daar zetten we ons ook voor in om zeg maar, mensen in rivierenland te helpen hun gezondheid te verbeteren, in stand te houden. Ja. Want jij bent ook iemand, jullie zijn mensen dus. Ja. Ook met de jeugd. Eerst in de sport met tennis heb je iets gedaan. Ja, ik ben van oorsprong ben ik sportdocent en op een gegeven moment ben ik gaan specialiseren op tennisgebied. Met als gevolg dat ik een van de eerste tennisscholen in Nederland heb opgericht, hier in de Betuwe, de Open Tennisschool Betuwe. Mm-hmm. En uiteindelijk ben ik zelfs in 1991 gevraagd om bij de Tennisbond te komen werken. Dat heette toen Nationaal Trainer en dat heet nu Bondscoach Jong Oranje, dus verantwoordelijk voor de beste spelers zeg maar, van het land. Mooi. Ja, dus dat is mijn achtergrond. En, mijn voorliefde is altijd geweest de mentale kant van de sport. En dat is ook de reden waarom ik die kennis nu heb. En ook deel niet alleen met sporters, maar ook met iedereen die eigenlijk mentaal, maar ook emotioneel zeg maar, gezond wil blijven. Want is dat een groot verschil tussen ouderen en jongeren? Want je hebt natuurlijk eerst met de jongeren gewerkt. Ja. En de ouderen, hoe ze zich mentaal moeten ontwikkelen of kunnen ontwikkelen? Nou, je kunt je tot op latere leeftijd kun je daar zeg maar, dingen in leren. En, dus mentaal is ook maar iets wat je toevallig hebt meegekregen, maar je kunt ook vaardigheden daarvoor leren. En dat doen we gewoon. Dat kun je, of je nou een sporter bent of iemand die ook zeg maar, gezond wil blijven, dat maakt niet zoveel uit. Dus dat is vergelijkbaar. Dat is ook het mooie van vitaliteit, dat het steeds in de basis gaat om, ja, zoals we dat ook altijd noemen, wetten van moeder natuur. Ja. Het gaat over slaap, voeding, beweging, ontspanning. Ja. Waarbij we vooral vaak beginnen met slaap, met een goede nachtrust. Want dat is eigenlijk nog een heel onontgonnen terrein. Mm-hmm. Daar valt zoveel mee te winnen. In de topsport, maar ook in het bedrijfsleven. Eigenlijk voor iedereen, ook voor pubers. Misschien juist wel pubers nu in deze tijd. Ja. Maar in dit geval concentreren we ons vooral op ouderen. Die we ook kennis laten opdoen van de gezonde leefstijl, onder andere slaap. Goed, ja. Maar dat doen jullie niet alleen. Ik heb ook begrepen dat jullie scholieren daarvoor inzetten. Ja, klopt. We pakken dit op vanuit meerdere organisaties, om zo maar te zeggen. Bij Theole, een mooie voetbalvereniging in Tiel, pakken we dit op. Theole wil middelpunt zijn van de samenleving en wil er niet alleen zijn voor de eigen leden, maar ook voor inwoners uit de wijk. Nu al bijvoorbeeld voetballen daar op vrijdagavond statushouders. In dit geval gaan we ook de workshops geven bij Theole in huis. En zullen we ook met ouderen bij Theole ook weer de voetbalvelden opgaan via walking voetbal. Mm-hmm. Waarbij de ouderen wandelvoetbal gaan bedrijven, om zo maar te zeggen. Maar naast het actief bezig zijn, kunnen ze ook kennis opdoen via de workshops over gezonde leefstijl. Dus we gaan ook sociale activiteiten organiseren. Dat pakken wij op samen met Servicepunt Thuiswonen, maar ook met ROC Rivor. Daar doel je volgens mij op. Ja. Want dat zijn de studenten met wie wij samen die workshops organiseren. Dus die gaan hun kennis die zij opdoen met ons overdragen, ook naar de ouderen. Vinden zij leuk, de studenten, want ze hebben opeens een heel serieus publiek. Mm-hmm. In plaats van of medestudenten of de leraar aan wie ze iets moeten presenteren. Ouderen vinden dit leuk,
Want ja, die krijgen serieuze onderwerpen waar ze ook iets mee kunnen. En ze kunnen zelf, de ouderen, ook weer komen met allerlei praktijkvoorbeelden. Ja. Ik vind het wel leuk, want er werd in de afgelopen verkiezingstijd werd er gesproken over sociale stages en dat soort zaken voor jongeren. Ja. Maar jullie brengen het eigenlijk in de praktijk, hè? Nature. Ja, maar ook in samenwerking met ROC Rivoor door dit te bespreken, maar ook met Servicepunt Thuiswonen. Ja, dan denk je ook hierover, nou, hoe ga je dit project handen en voeten geven? Waarbij ook de insteek is om het vooral met elkaar te doen. Dus ja, dan al heel snel is het idee geboren om dit op te pakken samen met de studenten. Heel mooi. Ja. Hebben we nog iets niet verteld over dit mooie project? Ja, nou misschien de workshops, maar die zijn toch al heel bijzonder. Ja, want het gaat over wetten van moeder natuur, slaap. Slaap is onze allerbelangrijkste prioriteit in het leven. Mm-hmm. Daar gaan we mensen zeg maar wijzer in maken, maar ook over voeding, gezonde voeding. En wat bewegen kan doen, hè, wat het uiteindelijk met je doet. Hè, vooral op hormonaal gebied. Wij zijn één grote chemische fabriek eigenlijk. En door veel te gaan bewegen, maar ook goed op je slaap te letten en de juiste voeding te gebruiken, heb je daar invloed op. En dus dat is, ja, dat zijn wel heel bijzondere workshops die mensen daarvoor gaan krijgen. Nou, prachtig. Kunnen mensen zich aanmelden of hoe komen ze erbij? Ja, via de website van Servicepunt Thuiswonen kunnen ze zich aanmelden vanuit de winterschool. Ook op de website van Theolen zal er een link worden opgenomen. Maar via de website kunnen ze via een aanmeldformulier zich inschrijven voor de workshops. Deelname is €2,50, inclusief een consumptie. Dus eigenlijk bijna gratis, mm-hmm. om zo maar te zeggen. En de workshops die zullen plaatsvinden vanaf 5 januari. En dan op vrijdagochtend van 9 tot 10:30. Maar alle data die komen te staan op de website van Servicepunt Thuiswonen. Nou heren, hartelijk dank voor het gesprek. Heel interessant project. Ik noem nog even een telefoonnummer voor de mensen die jullie willen bereiken. Dat is 088 700 4100 voor de mensen die graag willen deelnemen. En dan nu in Tiel aan tafel, de 10. En voor mij zitten de voorzitter en de secretaris van de Tielse Vogelliefhebbersvereniging, als ik het goed zeg. Secretaris Nico Maat en Wim van de Heuvel, voorzitter. Ja, klopt. Hallo. En de eerste vraag voor Nico. Tiel of Sliedrecht? Ja, Tiel is mijn woonplaats, geboorteplaats is Sliedrecht. Ik ben er al zo lang weg dat ik me meer Tielenaar voel dan Sliedrechter. En hoe is dat voor jou? Nou ja, ik ben een echte Tielenaar en ben eigenlijk nooit uit Tiel weg geweest, dus ik hou het lekker bij Tiel. Mooi zo, ja. Mooi zo. Dat horen we graag, heren. Tropische vogels of Canarisch? Ik heb zelf iets meer met Canarisch, maar tropische vogels zijn ook heel mooi en heel aardige mooie beestjes. Maar mijn voorkeur gaat daar naar Canarisch. En wat is het verschil? Canaries ja, zijn bekend, zijn de gele kanarie. Hè. Iedereen denkt, je hebt maar één soort kanarie, maar je hebt al 100 kleuren kanaries. En dat maakt het zo leuk om die juist proberen te kweken. En tropische vogels zijn meer de vogels zoals ze in de natuur voorkomen. Die wij trouwens hebben, komen niet uit de natuur. Die zijn onder ons gekweekt. Er wordt geen vogel meer geïmporteerd. Mm-hmm. Maar ja, kanaries zijn een iets andere vogel. Ik ga daar meer voor. Oké. Nou, mooi zo, mooi zo. Het Hengelsportverenigingsgebouw of, zoals vroeger, het Gustaaf Adolfgebouw. Want daar werd ook wel eens de tentoonstelling gehouden waar we het vanavond over hebben. Ja, de tentoonstelling in het Hengelgebouw waar we nu zitten, bij de Brasem, of is tegenwoordig gefuseerd. Die heeft alle faciliteiten die we graag wensen. Gustaaf Adolf, dan praten we echt over een jaartje of 30 geleden. Ja, dat was wel heel authentiek en dat was wel een nostalgisch pand om daar je showtje te geven. Dus als je het overweegt, is het pand van hedendaag moderner. Maar de entourage was vroeger wel mooier. Ja. En wat meer in de binnenstad. Ja, ja. Was ja. Echt een kleine wal. Hè. Dus er was echt wel... Ja, iedereen wist dat ze daarheen moesten rijden om mm-hmm. naar de show. En nu moeten we het echt met borden aangeven voor mensen die van buitenaf komen, om echt het pand te kunnen vinden. Ja. Ja, want dat is mijn volgende vraag.
Hebben jullie liever een kleinschalige wedstrijd of echt de nationale wedstrijd die jullie nu gaan organiseren? Ja, wij gaan voor de nationale wedstrijd. Dat wil zeggen dat iedereen in Nederland deel kan nemen aan onze tentoonstelling. Het is natuurlijk niet zo dat de mensen uit Friesland naar ons toe komen, maar van een cirkel rond van 50 kilometer rondom Tiel komen de mensen naar ons toe. Dit jaar hadden we ook ruim 800 vogels. En een groot aantal daarvan kwam ver van buiten Tiel vandaan. Mm-hmm. Aha. Ja, want dat is eigenlijk mijn volgende vraag ook. Iedereen kan meedoen, maar dit jaar komt de burgemeester langs, of is de burgemeester langs geweest bij jullie op de grote tentoonstelling. Ja. Maar wat zou je liever hebben? De burgemeester die langskomt of de grote internationale winnaar van de vogelshow? Nou, verleidelijke vraag natuurlijk. De burgemeester is dit jaar voor de eerste keer geweest. Dus dat is wel een hele eer voor onze vereniging. Maar ja, we hebben in het verleden al meerdere malen een wereldkampioen in ons gelederen gehad. Ja, dan zou ik toch dit jaar ook weer gaan voor een wereldkampioen als die in januari weer is, om daar een kampioen te mogen begroeten. Ja. En als ik ben niet bekend met vogelshows, als we het dan hebben over een wereldkampioen, hoe ziet zo'n vogel er dan uit? Vertel eens, leg eens uit. Nou, dat is ook weer een vogel in alle categorieën, hè? Zowel kanarie als bij de tropen, cultuurvogels of bij de kromsnavels. In al die categorieën zijn dus kampioenen, dus ook op een wereldkampioenschap komt er in al die categorieën een wereldkampioen naar voren. Aha, oké. Ja. Mooi. Oké, welke vogels heb jij zelf thuis? Nou ja, ik verklap het al een beetje. Ik heb kanaries thuis, hoewel ik ook tropische vogels heb gehad. Maar ik kweek de laatste 15 jaar kanaries. En Wim? Ja. Ik heb nu geen vogels meer en dat heeft te maken met mijn werk. Maar in het verleden, toen ik nog heel actief was, toen had ik er eens een kleine 500 kanaries tot 600. En dan ben ik de hele wereld mee rond geweest. Ja. Oké, dus ga je echt met die vogels wereld rond? Ja, naar Italië, overal mee geweest. Zo, fantastisch. Ja. Fantastisch, wat leuk. Nou, wat mij betreft wil ik alleen nog vragen, hoe was dit afgelopen weekend? Want het moet natuurlijk een fantastisch evenement zijn geweest voor jullie. Ja, we zijn op de donderdagavond hebben de opening gehad, met vooraf de burgemeester. En heel druk bezocht. Heel veel mensen van buitenaf geweest, kampioenen weer mogen begroeten. En een heel geslaagde show geweest. En we hopen dat we volgend jaar weer hetzelfde aantal vogels mogen krijgen op de show. Misschien iets meer, want de tendens is toch wel dat het overal terugloopt. Maar ook dit jaar zijn we toch weer gegroeid. Terwijl op andere shows 200-300 vogels minder heel normaal is. Dus ja, die uitdaging ligt er weer en we hebben een fantastisch weekend gehad. Ja. Mooi. Ja. En dan volgend jaar weer, met alle voorbereidingen. Volgend jaar weer opnieuw en dan kijken of we nog meer deelnemers kunnen trekken. Misschien nog iets verder wegkijken. En elkaar gewoon bekendmaken met het feit dat er in Tiel een hele grote vogelshow is. En hebben jullie uit Tiel ook veel publiek gehad dit weekend? Ja, vanuit Tiel komen er natuurlijk heel veel mensen, maar ook vanuit de dorpen rondom Tiel, waar we ook heel goede contacten mee hebben. Daar komen toch wel heel veel mensen weer naar die show kijken. En wat hebben jullie nu weer zitten? Hoe hebben jullie het weer gedaan? Dus nou, hebben we echt veel publiek gehad. Nou, fijn. Mooi resultaat. En dan op naar volgend jaar. En dan is het nu tijd voor onze kritische vrienden, Mark en Jan. We gaan het hebben over integriteit in de politiek. Ja. Steek van wal, zou ik zeggen. Hey. Nou, mag ik daar wat over zeggen? Ja, natuurlijk. Ik zit zelf natuurlijk in die plaatselijke politiek. En het is soms best wel lastig om... Want het zijn vaak hele dunne lijnen waar langs dingen lopen. Dus op het moment dat je dus je actief inzet voor een bepaalde vereniging of voor een goed doel of noem het maar op, die dan ook weer belangen heeft waar uiteindelijk een gemeentesubsidie aanhangt of weet ik wat. Ja, dan is het soms best een heel dun koord waar je op loopt. Maar ik denk dat je daar altijd heel erg voorzichtig mee moet zijn om dat heel goed af te bakenen van wat wel en wat of niet kan. Mm-hmm. En daar ben ik me heel goed van bewust dat soms een flinterdun koordje is waar je langs loopt. Ja, Jan, dat zeg je heel mooi, een dun koordje waar je over loopt. Maar heb jij daar ook ervaring mee? Nou, ik vind het een heel moeilijk issue, want het dunne koord zie je vaak toch wel in de loop van de tijd mislopen bij politici. Zowel plaatselijk als landelijk.
En ik denk dat het in ieder geval heel belangrijk is dat zaken waar politici zich mee bezighouden, dat men daar absoluut geen besluit in neemt, dat men daar ook niet over meepraat en dat er elke keer weer heel kritisch gekeken moet worden naar waar je wel en niet als politicus over mag spreken. En je ziet vaak dat men dan toch zonder dat men het in de gaten heeft, over grenzen heen gaat en dat men in een moeilijke positie gemanoeuvreerd wordt. Heb je daar voorbeelden van, in het Tielse bijvoorbeeld? In het Tielse? Ja, waarom? Nou ja, je hebt natuurlijk in het domein waar ik natuurlijk bezig ben geweest als voorzitter bij Theolen, zie je natuurlijk in sportverenigingen, mm-hmm, dat je de verschillende politici vaak gelinkt ziet aan verschillende verenigingen en dat je dan ook bij politieke besluitvormingen over nieuwe accommodaties, over grote besluiten, over subsidies en dergelijke. Ja, dat er belangen spelen en dat men toch de indruk krijgt dat er invloed wordt uitgeoefend vanuit de politiek ten bate van de daaraan gelieerde verenigingen. Dat vind je dat het niet kan? Nee, absoluut niet. Nee. Je ziet het landelijk natuurlijk ook. Hè? We hebben het nu over Rutte met Shell en Unilever. Hè? Met het afschaffing van de dividendbelasting. Hetzelfde verhaal. Maar als je kijkt in Tiel plaatselijk, ja, dan is het toch wel heel lastig. En denk ik dat je als politicus in de steden toch zelf al moet aanvoelen dat je die kant niet op moet gaan. Nee, maar aan de andere kant vind ik zo, jij noemt dan een voorbeeld van een politicus die gewoon zich inzet voor een plaatselijke vereniging. Met hart en ziel gewoon om dat te doen. En in feite mag hij dat niet doen omdat hij in de politiek zit, maar heeft wel zijn expertise. Dus ik vind dat heel dubbel in dit geval. Kijk, je kunt op een gegeven moment iemand verwijten dat hij dus partijdig is, dat hij probeert het standpunt van die vereniging naar voren te brengen. Maar ik vind het aan de andere kant ook heel begrijpelijk, want dit zijn vaak wel de mensen, de verenigingsmensen, die dus gewoon op die manier ook vaak in de politiek terecht zijn gekomen. En op een bepaald moment ook waar het lastig voor is om het dat te scheiden. Ja, maar men werkt voor het publieke belang. En waarom oefent men dan de invloed uit voor de specifieke vereniging waar men aan verbonden is, in plaats van dat men de kundigheid en de belangen ten bate van iedereen. Ja, het is je taak als politicus natuurlijk wel om de gemeenschapgelden die we met elkaar opbrengen, om die evenredig te verdelen. Ja. En dan mag natuurlijk je eigen belang niet voorop staan. Nee. En dat zou heel slecht zijn. En dan denk ik dat je afstand moet nemen en dat je gepast moet weten wanneer je wel en niet als politicus op een bepaald issue insteekt. Ja. En dan moet je het overlaten aan andere partijgenoten desnoods. Absoluut, die mening heb ik ook. Nou, als ik jou hoor, dan zeg je van nou oké, als hij zijn expertise inzet voor al die voetbalverenigingen in dit geval, dan zou het oké zijn. Maar je mag het dus niet doen voor een specifieke club waar jij toevallig je hart bij hebt liggen. Nou, Je mag wel je invloed uitoefenen, maar je moet op het moment dat er besluitvorming plaatsvindt, moet je wel het belang, het algemene belang voor ogen hebben. En je mag natuurlijk, waar je je hart hebt liggen, daar mag je je best voor doen. Mm-hmm. Maar je moet altijd de zuiverheid bewaren dat je in dienst bent van het publieke belang. Maar uiteindelijk maakt die raad toch die afweging en die weet toch ook dat jij dus namens een bepaalde vereniging toch wat net iets meer belangen hebt. En dus dat betekent toch ook voor die gemeenteraad om daar doorheen te kunnen prikken. Of zie ik dat verkeerd? Het ligt vaak wel wat subtieler. Nou ja, daar ben je zelf bij. Toch? Ja. Er is denk ik wat, er zitten wat meer kleuren tussen. Okay. Nou heren, opnieuw een lastig probleem, maar waar we niet uitkomen. Maar we hebben het in ieder geval goed met elkaar besproken. Ja. Dit was Tiel aan tafel. Tot de volgende keer.